nacht. Donderdag 23 april. Met de Swedish House Mafia. Save the World. En Patrick Allen, goedenacht. Goedenacht. 29 jaar, uit het altijd gezellige Delft. Yes. Ja, is het bij jou ook gezellig op dit moment, of zit je in juppie? Nou, ik zit lekker te genieten van jouw muziek hier. Nou, niks mis mee, jongen. Dus. Klinkt het goed allemaal? Ja, het klinkt helemaal top. Gelukkig, wat fijn om te horen. Ik vind het ook super vet dat ik nou gewoon te horen ben op het vetste radiostation van Nederland. Jongen, jongen, pak even je moment, zou ik zeggen. Ja, ja, pak even je moment. Nou valt het stil, geen idee. Bedoel ik meer van geniet er dan even van? Ja, precies, ja. Daar geniet ik met volle teugen van. Hé, waarom ben je nog wakker eigenlijk? Ik ben bezig, nou ja, ik ben vrij nu zeg maar lekker tot dinsdag. Ja, oh, zo. En ja, ik denk, ik geniet ervan. En dan hou ik ervan om, ik ben een beetje een nachtvlinder, net als jij. Dus, hoe heet het, ik zit lekker aan aan een website te rommelen, zeg maar. Ik onderhoud een pokeragenda. Ja. En dat doe ik in mijn vrije tijd, zeg maar. En daar kunnen mensen lekker, als ze willen pokeren ergens, kunnen ze daar een pokertoernooi vinden. En als mensen een pokertoernooi willen aanmelden, dan kunnen ze dat ook doen. Zo. Dus, mag ik de link noemen? Ja, van mij wel. Dat is fijn. Pokeractivity.nl. En ja, ik verdien er nog niet zoveel mee, maar dat hoeft ook niet. Het is gewoon leuk om te doen. Ja, nou ja, het klinkt goed allemaal. Het komt er echt in een vloeiende, vloeiende woordenbrei. Komt het eruit, Patrick? Ja, dankjewel, dankjewel. Maar ik vind echt dat jij de leukste baan hebt, hoor, van Nederland. Dit? Ja, nou ja, dat vind ik zelf eerlijk gezegd ook. Ja, toch lekker chill, muziekje draaien, s'nachts. Dit is heerlijk. En muziekje draaien, lekker gezellig kletsen met iedereen. En nou ja, nog een klein pilsje links of rechts. Ja, precies. Ik ben vroeger ook DJ geweest, dus ik ben zeer jaloers. Waar dan? Gewoon kleinschalig ook weer, zeg maar. Meer voor stichtingen, verjaardagen en dat soort dingen. Weet je wel. En ik weet dat jij erbij bent gekomen via het Q College. Ja, dat klopt inderdaad. Dat volg ik ook al een aantal jaar. Dus zeer jaloers, meneer Koen. Nou, meneer Patrick, ja, u bent goed op de hoogte. Ja. Ik volg Q-Music eigenlijk al vanaf het begin dat ze in Nederland zijn. Dus. Wat cool zeg. Nou ja, dan weet je ook dat het precies 10 jaar bestaat. Nu dit jaar. Ja, zoiets, ja. Dit is net een verjaardag. Dit is een bijzonder jubileum. Ja, komende zomer. Dan bestaat het precies 10 jaar. Inderdaad, nou dat is hartstikke vet. Ja, ik ben heel benieuwd wat we precies gaan doen. Het is allemaal nog, één grote verrassing. Groot geheim. En een groot geheim, dat sowieso. Maar ook voor mij, want ik weet het eerlijk gezegd ook nog niet. Nee, of vertellen ze jou dat niet? Nee, nog niet. Nee, het is nog allemaal één grote verrassing, Patrick. Dus ik kan je er nog niks over zeggen. Maar goed, zodra er iets bekend is, dan weet jij het sowieso. Omdat je volgt het. Je volgt het allemaal. Ik merk het. Ja, precies. Ik krijg het te horen. Ik heb die app en dat soort dingen. Dus komt allemaal goed. Hey, maar jij werkt in pokerwebsites. En tot komende dinsdag ben je vrij. Dat heb je sowieso goed geregeld. Ja. Ja, want wat doe je in het dagelijks leven? Hoe heet het? Ja, ik ben inpakker eigenlijk. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of je pakt het of, in? Of wij pakken het in en dan verschijnt het in de winkels, zeg maar. Even een voorbeeldje noemen, zeg maar. We zijn laatst, het wordt natuurlijk binnenkort zomer. Ja. Dus wij kregen een ordertje voor aanmaakblokjes. Ah, en die moeten dan zeg maar allemaal in die zak verschijnen. Ja. Dus die werden bij ons dan aangeleverd in grote plakken. En die moesten wij dan in kleine stukken plakken. Breken. Ja. Dus dat soort dingen zeg maar. En uiteindelijk in de zak, in de verpakking. Juist, ja. Precies. En dan naar de winkels, hè? Zo gaat het. Nou ja, en goed geregeld dat je dan lekker tot komende dinsdag vrij bent. Ja, precies. Hey, en wat ga je doen met Koningsdag, even tot slot? Lekker de kroeg in, denk ik. Ja, dat dacht ik al. In Delft, helemaal, joh. He? Helemaal lekker naar de Gentver. Ja, precies. Ja, dat is er niks mis mee. En dat kan in Delft als geen ander. Superleuke stad. Precies, en wat ga jij eigenlijk doen met Koningsdag? Moet je ergens draaien? Ja, ik moet draaien tot 1 uur. Ik trap volgens mij de top 500 van de tents af. Komende maandag om 10 uur.
Chill. Ja, dat is superleuk. Daar ben ik ook heel blij mee dat ik dat mag doen. En daarna, ja, dan zou ik inderdaad nog wel even een paar biertjes ergens wegtikken. Waar, dat weet ik nog niet. Maar, nee, dat zie je dan wel weer dan. Ik schat zo in dat het Utrecht gaat worden. Ik denk dat ik gewoon bij mijn vriendin aansluit. Zou ik ook doen. Hey, jongen, ik ga je nog een hele fijne nacht wensen. Leuk je even gesproken te hebben. En ja. Geniet er lekker van op Koningsdag en van de vrije dagen. Super gaaf om super gaaf dat ik een keer van mag spreken. Nou, bij deze hebben we spreken elkaar vaker, dat weet ik zeker. Zeker als je nog lang wakker bent, vaak in de nacht. Ja, wie weet. Oké, jongen. Succes, hè. Hey, fijne avond. Hoi.